In de volgende podcast Sta op en schitter neem ik Anja, jullie mee in korte overdenkingen. Als christenvrouw, moeder en echtgenote wil ik u moedigen en aansporen om op te staan en te schitteren. We zijn niet gemaakt om in Gods koninkrijk stil te zitten en iets te doen, maar om op te staan en dienstbaar te zijn. In de eerste plaats zien we voor God, daarna zien over ons gezin, onze partner of onze geloofsgenoten. En als gevolg zullen we dan ook schitteren in de wereld. Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag gaat mijn podcast over koren. Ik hou van fotograferen en in de natuur kan ik mijn hobby ten volle uitoefenen. Iedere keer verbaas ik mij. Wat ik allemaal tegenkom tijdens een wandeling in de schepping van God. Ieder jaar wandel ik wel ergens tussen de korenvelden en denk ik aan een schilderij van Vincent van Gogh, genaamd het korenveld. Een prachtig schilderij van een korenveld waarin je de donkere wolk met kraaien ziet en een doodlopende weg die zou wijzen naar het naderende levenseinde. Het schilderij drukt een zekere somberheid uit. Maar tegelijkertijd drukt het ook het gezonde platteland uit. Een ander schilderij waaraan ik denk is Arensleester van Millet, waar drie vrouwen aren aan het rapen zijn. Op de achtergrond laden knechten de overvloedige opbrengst van die dag op verschillende wagens. Uiterst rechts houdt een opzichter te paard de werkzaamheden in de haten, de dus zwermvogels. In de rechterbovenhoek zijn aan het wachten om de laatste aren op te pikken. Als je deze schilderijen niet kent, zoek ze maar eens op. Het zijn bijna bijbelse tafereelen. Koren komt zo vaak voor in de Bijbel. De eerste keer dat in de Bijbel sprake is van koren is in Genesis. Jozef, die de farao van Egypte adviseerde om het koren, of eerder gezegd het graan, op te slaan in schuren en dat voor de aankomende periode van schaarse. Graan was in Bijbelse tijden het belangrijkste voedingsmiddel. Het werd tot meel gemalen en vervolgens tot brood gebakken. Soms werden de korrels geroosterd en zo opgegeten. De bekendste graansoorten waren tarwe, herst, hirst en spelt. In de christelijke symboliek is graan. Van het koren altijd een geliefd onderwerp geweest. Graan leidt tot brood en brood heeft leven. Ook als je de graankorrel in de aarde steekt, dan ontkiemt die korrel zich tot nieuw leven. Bij koren denk ik ook aan het verhaal van Naomi en Ruud, die terugkomen in het land van Bethlehem. Ze hebben niets en Naomi gaat op de akkers gaan kijken waar de resten van de korenoogst liggen zodat ze niet zullen omkomen van de honger. Ruud komt terecht op de velden van Boas, waar ze gezegend wordt. Boas zag haar en gaf de knechten de opdracht wat meer koren te laten vallen, zodat Ruud genoeg zou kunnen oprapen. In het hele verhaal wordt door de verteller nooit geschreven over God die iets zegt of doet. Toch klinkt zijn leiding door het hele verhaal heen. Het is niet toevallig. Dat Rut op de akker van Boas terechtkwam. We zien hierin dat God in de dagelijkse dingen aanwezig is. Eerst en vooral zorgt God voor dagelijks brood en later in datzelfde verhaal voor een echtgenoot. Boas trouwt met Rut. Ze krijgt van God een nieuwe kans. Rut staat uiteindelijk in het geslachtsregister van Jezus. In Matthäus 13, versen 24 en 30. Vinden we een gelijkenis over het zaaien van tarwe? Deze gaat als volgt. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed za zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer des huizes hingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, Een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem, Wilt u dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, Nee of u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. De uitleg van deze parabel lezen we dan vanaf vers 36 tot met 43, waar staat... Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, Verklaar onze gelijknis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen, Hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de volleiding van de wereld en de maaiers in de engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de volleiding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Het is belangrijk om op te merken hoe deze gelijkenis begint. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Het start bij de uitdrukking 'het Koninkrijk der Hemelen'. Deze uitdrukking komen we 31 keer tegen in het mattheüs evangelie Verder wordt deze uitdrukking in het hele Nieuwe Testament niet gebruikt. Nergens lees dat je Jezus daar een nauwkeurige omschrijving aan heeft. Blijkbaar was het begrip Koninkrijk der Hemelen bij zijn tijdsgenoten reeds bekend. Bij het woord Hemelen moeten we niet in de eerste plaats aan de hemel denken. Voor de Joden, die het groot eerbied de naam van God het liefst zo weinig mogelijk in de mond namen, is het een eerbiedige omschrijving van God? Zij zeggen Koninkrijk der Hemelen, maar het is hetzelfde als Koninkrijk van God. Let erop dat hier de persoon die het zaad zaait, de zoon van de mensen genoemd wordt. Dat is Jezus, die het hier zaait. Jezus ondervindt dat Hij niet op de wereld is zonder tegenstand. Satan is ook aan het zaaien. Alleen hij zaait in de duisternis. Een kenmerk van Satan is dat hij het goede nabotst en doet het in de nacht, alsof het niet mag gezien worden. Waar het op aankomt, is dat in het begin dat dit onkruid groeit, je het bijna niet kan onderscheiden van het gewone graan. Daarbovenop heeft dat onkruid zo'n sterke wortels. Dat het verstrengeld geraakt met het goede graan. Je kunt begrijpen dat de dienaren in de gelijkenis meteen wilden ingrijpen. Maar betekent dat dat er daarbij ook van het goede graan verloren zou gaan? Het gaat nu om de reactie van hun heer. In alle rust zegt hun meester dat het graan en het onkruid samen kunnen opgroeien tot het moment van de oogst. Juist dan. Zal hij heel duidelijk uit de groei blijken wat graan is en wat onkruid is? Aan de vruchten kunnen we zien wie volgelingen van Jezus zijn. Je ziet hier duidelijk dat de Heer in het verhaal Jezus is. Jezus heeft de strijd met Satan gewonnen. Alleen kunnen we het in de wereld niet zien. We hebben zeer duidelijk gelezen: Het is Jezus die de oogst binnenhaalt. Met de parabel van het onkruid tussen de tarwe wilde Jezus zeggen dat we geduld moeten hebben bij de realisatie van het Rijk van God. Ook dat het goede het uiteindelijk zal halen op het kwade. In Matthäus 3, vers 12 lezen we Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer rondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf wat onbuit blisbaar vuur verbranden. Het beeld van een boer die het kaf van het koren scheidt, was mij niet bekend. Dus ging ik het even opzoeken en las daarover het volgende. De boer neemt een wan. Een wan is een platte, gevlochten mand waarmee na het dorsen het graan omhoog gegooid wordt, waarbij de wind de gelegenheid krijgt het lichte kaf weg te blazen, om zo enkel de zware graankorrels over te houden in de wan. Deze bewerking heet wannen. Het wannen met een wan is een van de oudste methoden voor het scheiden van de graankorrels van het kaf. Vervolgens zal de boer het kaf die op de grond ligt samenvegen en in het vuur verbranden. Dit verhaal zegt eindelijk dat Jezus komt om de wereld te oordelen. Bij Jezus' komst zal hij het kaf van het koren scheiden. Hij zal degene die zijn offer aannemen. En zodanig van de zonde bevrijd zijn, scheiden van hen die dat niet doen. Ben je kaf of ben je koren? is de grote vraag. Neutraliteit is onmogelijk. Of je zit in de ene groep of in de andere. Welke van de twee is het? Ik hoop dat je koren bent die het grote geschenk Jezus hebt aanvaard. Sta op en schitter. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anjeatwr.be. Bedankt voor het luisteren.